Goedemorgen iedereen! Welkom bij weer een nieuwe vlog. Ik ben even op de GSM aan het filmen, zoals je kunt zien in mijn zonnebril. Echt waar. Maar ik ben uit snel te zijn mijn camera vergeten. Ai ai toch. Ai ai ai. Wij zijn op deze zondagochtend bij GOT. Amai, ik kan er niet meer uit. En we gaan ontbijten met onze friends. Onze ouders, eigenlijk. Maar dat zijn ook onze vrienden, hè. En we gaan bij Jolien en Jenna ontbijten. Ik heb trouwens een iets gewaagdere outfit aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Maar vooral de broek is gewaagder. Ik vind het wel mooi. Moet je een jas hebben? Ja? Ik kan niet, denk ik. Oké. Deze zijn we terug goed zichtbaar met de nieuwe camera. We zijn de camera gaan halen. Yep. Maar ik heb me omgekleed, want het is veel te koud met mijn hand. Ik heb mij ook omgekleed. Nice, baby. Het is veel te koud op het moment. Dan heb je een chique broek maar niet meer aan. Hey, dit is ook een chique broek. Hè? Ja, maar je weet. Mijn rits was al aan het scheuren. Dat is daar wat schande gemaakt. Allebei op het licht. Ja. Thalys heeft juist schande gemaakt, hè. Ja. Haar nieuwe broek is gewoon gescheurd in het midden van de GOT. Maar niet gescheurd. De rits was gewoon zo. Maar goed dat die blouse lang genoeg was, en anders zag je rits nog van boven zat en de ritssluiting was opengegaan. Maar ja. Mijn papa heeft het gefixt wel ondertussen. Maar ik dacht, ik ga die nu toch maar even niet aandoen. Want iedereen lachte mij uit met mijn broek. Nee, niet echt, maar... Wat? Sam vond het mooi. Ze lachten mij niet echt uit, maar ze vonden het wel speciaal. Dat was echt al genoeg, hè. Maar ja, ik ga hem toch nog aandoen. Ik vond hem wel leuk. En nu heb ik een zwarte rolkragtrui aan. Mijn zwarte disco pants, mijn witte Nike Air Force One en deze lange berenjas van Totally Two. En oh man, ik haat dat echt, hè. Oké, jullie konden me niet meer horen net in de garage met Sander en de motor van zijn auto. Met de motor van uw auto. Is die luid of wat? Oh, heel luid. En de zon is ook heel fel. Wauw, nu zien jullie mij niet meer, denk ik. We gaan nu naar een familiefeest. De... Wat is dat? Tante. Tante. Halftante. Halftante van Sam. Is 40 geworden, dus we gaan daar nu naartoe. Maar we gaan daar waarschijnlijk niet echt iets filmen. Dus we zien jullie waarschijnlijk als wij terug thuis zijn. Oei, en er is denk ik iets gebeurd. Nee, wat is dat zelfs? De hel, daar zit ook niemand in. Omleiding staat hier, dus ga maar langs hier. Hello everyone! We zijn terug van het familiefeest. Het was super, super, super gezellig. Lekker gezellig, man. Ja, het was echt heel gezellig, hè? En nu gaan we snel, even uit Sam zijn auto klimmen, dat is altijd zo laag. We gaan snel naar de nachtwinkel is daar. En hey, wacht op mij, hè, wat is dat? Oh my god, man. Nu sta ik hier, die steekt maar open. Maar we gaan dus naar de nachtwinkel, want vanavond is het zondagavond. En zondagavond is chillavond bij ons in de jogging. Dus Laurens komt zoals elke... Amai, hoe licht zijn we? Dit is beter, denk ik. Ja, het is beter. Laurens komt op zondagavond bij ons eten, zoals elke zondag tegenwoordig. En Alessandra komt ook. En Celine en Nick komen ook. Dus we gaan met ons allen gezellig chillen in jogging. Maar we hebben geen drinken in huis, dus we gaan nog drinken halen. We zijn thuis. Ik al. Sam is nog in de garage. En binnen 10 minuten is iedereen hier. Dus ik ga heel snel nog eens met mijn... Oeh, amai, dat was niet in de bedoeling. Met mijn Dyson door het huis gaan.
Want het is vuil. Hey iedereen. We hebben eten besteld. We got some sushi. En wat is dat? Pad Thai. Pad Thai. En curry's. Mm. Niet overkrijgen. Ja, ik heb dat voor een keer opgehaald. Dat is moeilijk, hè? Ja. Ik eet er even mijn melk zo. Nee, dan zijn we hier niet geweest. Ja, maar ik hoor jullie het spel. Ik had daar mijn eten gespeeld. Dat lijkt me. Zeker, ik heb die al. Ik hoor die toch? Alles is op. Oei, dat is. Ah ja. You! You! Dat is goed. De baby moet er ook op, vind ik. Hallo! Hallo! Vibes, kom. En jij, hoe zit dat? Maar hoe zit dat? Wanneer heb jij? Oh. Zo paniek! Vraag Sam. Sam. Ik weet niet hoe dat moet, joh. Ik denk het wel. Ik weet niet hoe dat moet. Steek die alle te kleren. Ik steek het op de playlist. Hoe zag ik de muziek zelf? Alrighty, hey. Ik zie er weer bescheten uit. En ik zeg dat echt elk einde van elke vlog. Zeg ik, waarom zeg amai, ik zie er echt amai, ik zie er bescheten uit. Amai. Ik merk dat echt als ik mijn vlogs edit, dat ik dat elke vlog zeg. Dus ik ga daar proberen op te letten om dat niet meer te zijn. Yes, you look amazing. Ah, dankjewel schatje. Is zo cute. Het was een leuke dag, hè? Ja, heel leuk. Ik denk dat we niet veel hebben gevlogd. Ik weet het zelfs eigenlijk niet. Vandaag wat? Nee. Nee, maar we hebben ons family and friends veel thing. Geamuseerd, ja. Deze morgen fijn gaan ontbijten bij Jolien en Jano met onze ouders. Was super lekker, super fijn, super gezellig. Goed gezelschap, goed eten. Daarna een fijn familiefeest. We hebben ook nog een fotoshoot trouwens gedaan. Fotoshoot met Sam zijn auto. Nee, dat hebben we niet gefilmd. En dan hadden we familiefeest van Sam zijn tante. En daarna waren al onze vrienden hier. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Dus zeker thumbs up voor in de video. En wij zien jullie morgen.